bij meneer Berends. U fokt konijnen voor tentoonstellingen? Ja, ik fok loteringers. Konijnen met een tekeningras. En loteringers is een heel moeilijk ras, omdat dat precies die tekening op die dieren moet zitten. Vroeger hielden wij gewoon konijnen voor het vlees. Maar de laatste jaren, toch al wel 20 jaar, fok ik puur hobbymatig deze dieren. En we showen één keer per jaar een eigen clubshow. Omdat dit jaar dus 100 jaar is, is het iets speciaals. Mogen ook mensen hier uit de hele streek dieren inzenden. Ik zou nu niet kunnen zeggen wie van mijn dieren de show... Ja, überhaupt, de show winnen is sowieso moeilijk, maar wie van mijn 5 dieren... Wie het hoogste predikant zou krijgen, dat zou ik zelf niet kunnen zeggen. Zoals prijzen wonnen bij tentoonstellingen? In Veenendaal bij elkaar, met alle fokkers van de geheel Nederland. Daar heb ik eens een keer de mooiste van de maand februari gehad. Maar die shows heb ik daar nog niet gewonnen. Dat is me niet gelukt.